I'm dreaming. Hey hallo en leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Waanzin. Mijn naam is Jelle en vandaag wordt een hele toffe video, want mijn naamgenoot, ook Jelle dus, heeft een hele leuke droom ingezonden. En wat dat precies is, dat vertelt hij zelf aan jou. Hallo, ik ben Jelle, ik ben 11 jaar en mijn droom is om met Armin van Buuren zijn nieuwe cd te luisteren. I'm dreaming. Tot mijn verbazing is het gewoon gelukt. De droom van Jelle kan ik waarmaken. En we zijn hier vandaag op het kantoor van Armin van Buuren. Zijn eigen platenlabel Armada. En vanmiddag is zijn luistersessie van zijn splinternieuwe album Embrace. En ik ben hier samen met Jelle. Ja Jelle, heb je er zin in? Ontzettend veel zin in. Ontzettend veel zin in. En voor de kijkers, mochten er nou kijkers zijn die Armin van Buuren nog niet zo goed kennen, hoe zou jij hem dan omschrijven? Beste DJ's van de wereld. Ja, want hij heeft vijf keer nummer 1 van de wereld geweest, toch? En wat is nou je allergrootste droom op het gebied van DJ'en? Om net zo groot te worden als Armin? Of niet? Ja, net zo groot te worden. Dat zou wel gaaf zijn. Ja. Ja. Ja, we gaan dus vandaag naar zijn luistersessie. Misschien gaan we hem nog wel even zien. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan, toch? Ja. Kom. En we krijgen even een korte rondleiding van Carmen, dus laten we even meelopen. Ja, kom maar mee. Dankjewel. Nou, hier aan deze kant zijn de mensen die zich bezighouden met social media, de promotie van de nieuwe muziek en van alle artiesten. De mensen die zich bezighouden met de website en met de planning, dus wanneer moet nieuwe muziek uitkomen, wanneer moeten we naar de pers, wanneer moeten er dingen gebeuren op social media. En ze zijn bezig met video's en die maken ook video's. Dus er zijn veel camera's hier. En hier eigenlijk het hart van het bedrijf, daar komt het meeste herrie vandaan. Want dit zijn de jongens die muziek tekenen, de artiesten tekenen. De A&R's. Hallo. Hoi. Is dit Ja. Want wat bedoel je met muziek tekenen? Nou, eigenlijk we brengen natuurlijk allemaal nieuwe muziek uit. Er zijn heel veel jonge producers die sturen ons muziek. En dan luisteren deze jongens allemaal naar. Als ze iets horen waarvan ze denken, nou, dit willen wij uitbrengen, want dit wordt een hit, dan tekenen ze het. Dus dan krijgen ze een contract en dan gaan wij het ook uitbrengen. En maar ook nieuwe artiesten bijvoorbeeld. Dus, Jelle, want je hebt toch ook een eigen draaitafel, of niet? Ja. Dus je bent ook een beetje thuis aan het spelen. Ja, ja. Dus misschien is het jouw grote droom om hier een keer getekend te worden. Ja. Ja, ja, leuk. Graag zijn, toch? Nou, dan moeten we zeker contact houden. Ja, oude contact. Ja. Ik kan wel even voor, maar Armin, ik ga je heel even voorstellen aan Jelle. Jelle heeft heel veel mazzel vandaag, die mag erbij zijn en te luisteren. Snelle Jelle. Snelle Jelle. Hey Jelle, hoe is het? Hoi. Hi, ik ben Armin. Hoi. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik moet even in de knip. Vind je dat goed? Prima. Ja? Kom je zo luisteren naar het album? Leuk. Nou, veel plezier. Heb jij nog een favoriete artiest van nu buiten jezelf natuurlijk? Nou, ik zou niet mezelf op één zetten hoor. Wie vind ik nu heel goed? Ja, ik vind heel veel artiesten heel erg goed. Het laatste, ja, Jean-Michel Jarre vind ik heel goed. Zijn nieuwe album. Wie nog meer? Dat zal je misschien niet zeggen, carbon-based lifeforms. Nee. Nou, moet je maar googlen. Maar dat vind ik heel erg goed. En jij? Nou, ik jou natuurlijk. Ja, maar niet mij. Je mag niet mij zeggen. Ja, dat is een beetje moeilijk. Eigenlijk van alles wel. Wat is je favoriete nummer op dit moment? Niet van mij. Misschien wel Animals van Maroon 5. Ja? Ja. Oh, ja, cool. Nou, ik zie je zo, hè? Dikke box. Tot zo. Tot ziens zo, dank je. Straks de luistersessie op plaats vinden, een hele intieme ruimte en Armin gaat straks draaien achter de draaitafel en dan gaat hij zijn nieuwe album Embrace laten horen. Nou, ik zit hier lekker te wachten met
met Jelle een colaatje. En je hebt hem net ontmoet, hè? Ja. Vond je het gaaf? Heel gaaf. Was je spannend? Vond je het spannend of niet? Ja. Gaan we hier verwachten. De pers is er straks bij, nog een aantal fans. En wij dus ook. We mogen luisteren voor als allereerste naar het nieuwe album van Armin. Ik heb ook iets waarvan jullie zeker het willen hebben. Ik heb hem gewoon al. Ik heb het net van hem gekregen. Dus wat jullie nu gaan horen, ik heb al delen daarvan gehoord. Daar zitten unieke stukken op, daar zitten bijzondere stukken op, daar zitten unieke samenwerkingen in. Ik als muziekliefhebber in ieder geval ben erg verguld. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, als echte superfans. Maar ik ga niet lang praten, want de man die hier achter moet staan, die staat daarachter. Het is zijn huis, het is zijn muziek, het is zijn geboorte van zijn nieuwe album Embrace. Geef een groot applaus, dames en heren. Armin van Buuren! De volgende track op het album is eigenlijk een beetje een dedication. En de meeste mensen kennen mij van de trance. En daar wil ik ook echt niet van weglopen. Ik hou van trance, het zit in mijn bloed. Maar trance is voor mij melodieën. Het is gevoel, het is euforie. Vocaal is van Lyrica Anderson, ook weer uit Los Angeles. Ik ben voor dit album behoorlijk verschillende studio's geweest. Behoorlijk veel verschillende plekken. Over de hele wereld, dat is ook een van de leukste dingen altijd om te doen. Ik heb een knieën voor jou. Heeft u ook nog andere hobby's dan DJ's, hè? Nou, daar heb ik heel weinig tijd voor. Ik zal je verklappen dat ik een enorme Star Wars fan ben. Ik heb een levensechte Darth Vader. Ik bedoel, eigenlijk elke DJ koopt wat stom. Sommige DJ's kopen Ferraris waar ze niet eens met de drempel over kunnen. Ik heb een levensechte Darth Vader in mij. En een R2-D2 in mijn game room staan. Dus, maar ik zit er heel. Ik heb geloof ik mijn PlayStation al 2 maanden niet aangeraakt. Maar ik hou heel erg van gamen. Maar waarschijnlijk ga jij van mij winnen. Nee, want volgens mij ben jij heel goed, of niet? In FIFA wel, maar. FIFA? Nou, dat kan ik al helemaal niet. Je hebt nog een vraag, zie ik. Ik zie je gewoon aan je. Ja, mag ik misschien zo meteen uw hand in de foto? Als je geen u meer zegt, dan absoluut. Oké. Wat voor jou dan? Eerst natuurlijk. Jij krijgt de eerste. Die replica zit helemaal niks in. Van wie moet die? Van wie zijn? Van Jelle. Van Jelle. 1, 2. Super, dankjewel. Hey Jelle, de luistersessie zit erop. Hè. We hebben een album gescoord. Je bent op de foto geweest. Een handtekening. Nou, het was echt een droomdag. Hoe vond jij het? Super tof. Was het toch gek? Was het een droom die is uitgekomen voor jou? Ja, waarvoor ook nog wel hun werd het dan en zo waren. Ja, het was echt gek. Hè? Ja. Nou, vond jij dit nou echt een hele toffe video? Abonneer dan zeker op dit kanaal. Je kan ook zelf je droom inzenden. Doe dat via waanzin@hotmail.com. En misschien zie jij dan wel in de volgende aflevering. Volg mij via de sociale media. En dan zie ik jou de volgende aflevering van Waanzin. Bedankt voor het kijken. Ik ga even zwaaien. Doei doei!